Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door... Welkom bij Maak het in Brabant. Naast me aan tafel weer Frank. Frank, wie hebben we vandaag als gast? Ja, we hebben een hele bijzondere man aan tafel. Anton van Mansen van Stichting Surplus. En die gaat eigenlijk alles over zijn organisatie vertellen, toch? Dankjewel. Anton van Mansen, Stichting Surplus. Surplus is een regionale stichting, dus jullie hebben veel bedrijven in dit programma. Die prachtige producten en diensten hebben. Wij zijn een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Dus wij zijn niet op winst gericht, hè, dat heet non-profit. Maar wij voeren allerlei activiteiten uit in deze regio. En dat zijn zorgactiviteiten, dat zijn welzijn. We hebben een woningbouwcorporatie, we doen allerlei zaken hier in het maatschappelijk verkeer. En ik vind het fantastisch dat we hier een keer mogen toelichten. Ook in het gebouw van Surplus, toch? Klopt, ja. We zijn hier in een pluspunt van Surplus. Ja. Daar hebben we er heel veel van in de regio. Een pluspunt, ja, is eigenlijk een modern gebouw. Maar waar heel veel mensen uit de wijk, ouderen, jongeren, er zijn hier zelfs GGZ-cliënten die hier dingen doen. Die komen allemaal samen, ondersteunen elkaar, een beetje sociale cohesie. Hè? We doen wat voor elkaar, we helpen elkaar. Daarmee kan iedereen eigenlijk zijn eigen zelfstandigheid, hoeft er niet allerlei dure voorzieningen gecreëerd te worden voor die mensen. En dat is een prettige manier van samenleven in een wijk. Heel goed. Wat doet een meneer van lid van raad van bestuur? Wat houdt dat in? Nou, wat wij vooral proberen te doen is onze maatschappelijke doelstelling. Een doelstelling bijvoorbeeld van ons is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Hè. Okay. Brabant is een van de meest vergrijzende regio's van Europa. Hè. Dus er komen heel veel meer ouderen bij. Nou, dan kan je een beetje uitrekenen, goh, wat gaat dat nou betekenen naar de toekomst toe. Ja. Daar zit aspect aan, bijvoorbeeld dat we weten dat straks 60% van mensen die dementeren in een thuissituatie wonen. Dat is een vraag voor een maatschappelijke organisatie als de onze. Hoe vang je dat nou op? Hè? Want als die mensen gaan dwalen... Of 's nachts het gas aan gaan laten staan, of de gordijnen in de fik steken, dan hebben we een probleem maatschappelijk. Dat is niet goed voor de veiligheid en voor die mensen. Dus creëren wij een pluspunt zoals we hier bijvoorbeeld zitten, geweldig. Waardoor we die mensen in de gaten kunnen houden. Iets anders wat we doen, we hebben het wijkzusterconcept in Brabant teruggebracht. Vroeger de wijkzuster was iemand die dicht bij de mensen stond. Ja. Die was bij de geboorte van je kinderen, bij het overlijden van je ouders. En die was nabij. En hoe werkt dat nu hier, vanuit dit pluspunt, met zo'n wijkzuster bijvoorbeeld? Er is hier een wijkzuster Willemijn, fantastische dame. Die kent alle mensen hier, die houdt je spreekuur. En als je nou een vraag hebt van, goh, mijn buren, ik heb het idee dat daar niet helemaal goed mee gaat. Ik zie iemand niet meer buiten of... Ik heb het idee dat iemand zich wat begint te vervuilen of te vereenzamen of zich niet meer goed kan verzorgen. Dan is dat een goed moment om eens een keer tegen die wijkzuster te zeggen, goh, zou je niet eens een keer het contact kunnen maken met zo iemand? En het blijkt eigenlijk dat klanten heel gelukkig daarmee zijn, omdat een beetje de stopwatchzorg, zoals we dat kennen, er komt iemand binnen, 5 minuutjes, een steunkous aan en we zijn weer weg. Ja. Dan zijn er, en 13 gezichten, voor 6 keer per dag vertellen waar het zeepje ligt. Laagdrempelig. Laagdrempelig, heel dichtbij, maar heel persoonlijk. En die persoonlijke zorg, dat missen we. We zijn een beetje gaan missen in de loop der tijd. Ja. Daarom zijn we begonnen om die wijkzuster weer terug te brengen. En dat is een enorm succes. We hebben er inmiddels meer dan 40 hier in West-Brabant. Een aantal hier in Breda ook. Zo. En iedereen weet ze te vinden. Ook de wijkagent, als die wat tegenkomt, zegt hij, goh, even de wijkzuster signaleren. Het is niet echt een probleem waar een agent op af moet, maar hij denkt toch van, hey, er is daar wat aan de hand. Misschien is het goed als iemand daar een keer gaat kijken. Hoeveel mensen zijn die allemaal bij betrokken? Want volgens mij een enorme operatie. Ja, Surplus is een organisatie die wel enige omvang heeft door al die activiteiten die wij doen. Ja. Er werken ruim 3000 mensen bij Stichting Surplus. En dat varieert van artsen tot en met maatschappelijke werkers. Wij doen opvoedingsondersteuning voor alle ouders die een keer een vraag hebben. Want ik heb ook 3 jonge kinderen en dat gaat allemaal prima. Maar soms gebeurt wel eens iets dat je denkt van... een steuntje in de rug of iemand die daar mee kan denken. Dus er werken heel veel mensen. Waar we vooral trots op zijn is dat er een veelvoud daarvan aan vrijwilligers bij ons werkt. Ja, tuurlijk. Dus, kun niet zonder, hè? We zouden morgen kunnen stoppen als we die vrijwilligers niet meer hadden. En dat merken we op zo'n pluspunt. Hier zit 1 coördinator, maar hier lopen tientallen vrijwilligers. En die blijven daardoor zelf ook actief. Ik was laatst op een ander pluspunt. En dan gingen we 's middags eten, mensen, ouderen uit de buurt en de omgeving daar met elkaar. En dan stond ik met een dame van 82 te koken in de keuken. En dan zegt ze, leuk hè, koken voor die oudjes. Ja, dat is, dus zolang zij daar die taak heeft, blijft ze zelf ook actief. Want ze moeten elke dag zijn om de soep te maken.
Heel goed. Ja. Als je naar je organisatie kijkt, naar welke kant wil je op? Want je doet al fantastisch werk. Je hebt het eigenlijk al volgens mij heel goed voor elkaar. Heb je nog wensen? Jazeker. Nou, je ziet dat de overheid zich eigenlijk een beetje terugtrekt. En vroeger was heel veel dingen met verzekerde zorg. En eigenlijk zullen we wat meer met de vrijheid, wat meer dingen samen met elkaar moeten doen. Dat wordt op een heleboel terreinen verwacht. Hè. En de wens voor mij is dat we eigenlijk als samenleving daar gewoon wat meer weer zelf in oppakken. En daar willen wij een rol in spelen. Dus zoveel mogelijk vrijwilligers, dat is eigenlijk mijn grootste wens in die zin, die met elkaar zaken oppakken. We hebben hier bijvoorbeeld in Breda, was een probleem dat het aantal woninginbraken steeg en overlastproblematiek. Hebben we buurtpreventie gestart hier in Breda. Daar zit dan weer één coördinator van SPLU op. Maar er werken inmiddels 360 vrijwilligers dat doen. En het aantal woninginbraken neemt echt opvallend af doordat we dat doen. En nu heeft de gemeente Breda ons gevraagd om dat over de hele stad uit te rollen. Nou, zo zijn er eigenlijk heel veel maatschappelijke dingen waarvan ik zeg van als we met goede vrijwilligers dat kunnen doen, kunnen we eigenlijk heel veel bereiken met relatief weinig kosten. Eigenlijk zijn jullie een bedrijf, je ziet een probleem en je gaat het feitelijk oplossen, als ik het zo hoor. Nou, we proberen op een creatieve manier met de mensen zelf. Want wij zitten een beetje tussen de burger en de overheid in, zullen we maar zeggen, als maatschappelijke organisatie. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk om te doen, om op die manier bij te dragen aan. Hè. Ik zou niet in een alleen maar puur commercieel bedrijf willen werken. Ik word wel een beetje warm van de doelstelling. Nou, we zien dat ouderen, ondanks dat ze op een gegeven moment beperkingen krijgen of andere dingen, gewoon nog de mens zijn die ze altijd geweest zijn. Voor veel ouderen in deze regio speelt dan ook hun religie nog steeds een hele belangrijke rol. We maken zelfs mee dat mensen in het verpleeghuis, die eigenlijk toch wat zwaarder dementerend zijn, soms heel veel onrustig gedrag vertonen, maar als ze in een kapel zijn of de muziek weer horen uit de kerk, heel erg rustig en heel erg, je ziet aan die mensen dat het goed met ze gaat. Dus die meerwaarde daarvan, wij kunnen natuurlijk nog wel weer 10 verpleegkundigen erbij zetten, maar op een moment hebben we gedacht, als je die mensen weer in hun religieuze omgeving, dan geeft dat heel veel steun en heel veel kracht aan die mensen. En ontmoeten, met elkaar op pelgrimstocht gaan, vinden we ook heel erg mooi. Ja. Mijn collega nam vorig jaar afscheid, de bestuursvoorzitter van SPLU. En die heeft gevraagd mensen om geen cadeau te geven, maar hem geld te geven dat we zoiets konden organiseren. En van dat geld zijn we met 20 patiënten naar Lourdes gegaan met vrijwilligersbegeleiders. Ik ben ook mee geweest. Nee. Ja, we hebben daar een prachtige tijd gehad. En als je ziet wat even bij de grot zijn of even met elkaar bidden voor dit soort mensen kan betekenen, halen ze heel veel kracht, halen ze daaruit. Mm-hmm. En dat, daar kunnen geen 10 verpleegkundigen soms tegenop. Nee. Genieten van het weer, mevrouw Bogus. Ja. Lekker werken. Heerlijk. Eigenlijk gaat het voor de mensen die bij ons wonen om hun leven, om gewoon het gewone wonen. En daar komen we soms wat minder aan toe. En we zoeken altijd naar manieren en dat kunnen gewoon dagelijkse uitjes zijn. En dat kan een wandeling door het dorp zijn. En dat is een beetje het extra wat wij proberen te geven als SPLU of de plus van SPLU. Dit hoort daar ook bij. Lourdes is bekend geworden omdat Maria hier in 1858 aan Bernadette Soubirous verschenen is. En zo is Lourdes uitgegroeid tot een bedevaartsplaats wat over de hele wereld bekend is. Mensen komen het liefst naar de grot toe, de plaats waar Maria verschenen is. En willen daar hun dank en hun zorgen en vragen, maar ook zeker hun hoop uitspreken. Heel vol bad, dat je helemaal ondergedompeld wordt, zowel in de sfeer als in het bronwater van Lourdes. Ik vind als je in Lourdes geweest bent, moet je weten wat er achter die gordijntjes gebeurt. Dan kom je in een ruimte en dan moet je je uitkleden. En dan moet je het bad inlopen en dan loop je naar het eind van het bad toe, daar staat een Maria-beeld.
En dan pakken de dames die ernaast staan je beet en dan word je door het water heen getrokken. Mensen die halen daar denk ik kracht uit. Het was geneeskrachtig water, werd er verteld. Ja, heel raar. Pas net mijn voeten vast zat. Ik kon niet meer omhoog. Pas net dat Maria mij naar binnen trok. Dat hield ik Maria maar vast. Ik zei, ja, maar ik wil niet. Ja, wel in de water, maar verder wil ik niet. Dus ja, het was een heel rare water. Ja, een heel apart gevoel. Maar dit is de tweede keer dat ik er nou in ga. En als ik van de week mag, dan ga ik nog een keer. Ik kan moeilijk lopen meer. Ik hoop dat het beter gaat. Dat alles beter gaat. Ik denk dat je dat een keer moet meemaken. Ik ben zelf een keer bij Black Madonna geweest, in Chester Goa. Ja. En dan zie je eigenlijk de sfeer, hoe dat daar gaat. Dat zal mijn Lourdes ook zijn. En alleen al om daar te zijn, het samen bidden, denk ik dat het al heel veel kracht geeft. Ja. Toch? Ja, we nemen altijd een bisschop gaat er mee, ja, met ons als we zo'n reis doen. Dus ook dat samen met de bisschop zijn betekent heel veel voor de mensen. En de kracht die ze eruit putten, maar ook met elkaar een beetje hun leed en verdriet en blijdschap delen. Mm. Ja, dat is het extra wat we willen doen. En dat doen we dan vanuit nog een hulpstichting die wij hebben, waar mensen aan kunnen doneren. Maar we doen ook andere activiteiten. We doen een extraatje voor kinderen, doen we een keer. We doen eigenlijk allerlei extraatjes. We noemen dat de Plus van Seplu, heet die stichting. En daarmee kunnen we nog weer eens een keer wat extra's doen, omdat er een medewerker van ons of een vrijwilliger een heel erg goed idee heeft. En we zeggen, ja, dat moeten we gewoon realiseren. En ik heb ook begrepen dat er hoop bezoek is geweest, toch? Ja, we hebben, ik vertelde eigenlijk over die ontwikkeling dat de overheid vindt dat zij niet meer alles hoeft te organiseren. Mensen samen dingen moeten organiseren. Nou, we hebben daar een paar goede voorbeelden van hier in West-Brabant kunnen ontwikkelen. Dat zit ook nog in de betrokkenheid die in de samenleving als Brabant zit. En het ministerie van VWS herkent dat ook, dat dat hier zo werkt. En recentelijk is de staatssecretaris van Volksgezondheid hier geweest. Hier in dit pluspunt gekomen. Martin van Rijn is dat. Nou, buitengewoon eervol. En heeft hier ook zijn ondersteuning aan dit soort initiatieven gegeven. En dat is wel aardig om even iets van te laten zien als dat zou mogen. Ja, nou, laten we dan gelijk gaan kijken. Want het is natuurlijk uniek dat hij hier is geweest, toch? Oké. Okay. Waar zit nou de crux eigenlijk van de andere manier van denken? Kunt u dat omschrijven? Nou weet u, kijk, ik kan het misschien het beste illustreren aan een heel down-to-earth voorbeeld. Als iemand een zorgbehoefte krijgt, dan komt er iemand langs en probeert een indicatie te geven van de medische zorgbehoefte. En na wat lijstjes invullen, en ik ga nu een beetje overdrijven, hè, maar wat lijstjes invullen, komt eruit van, nou ja, die meneer of mevrouw heeft misschien wel recht op 2,3 uur begeleiding. Maar als je wat dieper praat en vraagt van wat heb je nou echt nodig, dan, ik vond het een mooi voorbeeld wat u vandaag gaf, dat iemand zei van ja, nou heb ik wel 2,3 uur begeleiding gekregen, maar ik had het genoeg gevonden als er iemand mij 's morgens even hielp met het douchen en dan voor de rest regel ik het zelf eigenlijk wel. Dat geeft ook, dat we praten over rek en regelgeving. En ik denk dat de kern is, niet zozeer in termen van wat voor producten hebben wij nou met z'n allen in wet en regelgeving gedefinieerd, maar wat hebben mensen nou echt nodig? Wat kunnen ze zelf en wat kunnen ze eventueel met steun van een omgeving? En wat kunnen ze met, als het daar aan de orde is, met een beetje ondersteuning van de kant van de gemeente? En wat je dan ziet is dat leidt tot meer zorg op maat, die vaak nu goedkoper is ook. Vergeet niet dat de huidige situatie al is, dat in heel veel gevallen maar 60% van de formele indicatie, die nu een formele zorgindicatie, wordt gebruikt. Omdat mensen zeggen van ja, ik heb daar misschien wel recht op, maar dat is niet waar ik op zit te wachten. En wat we hier proberen te doen, is dat we zorg aanbieden waar mensen wel op zitten te wachten. Maar dat ze ook aangesproken worden op wat kunnen ze zelf en wat kan de eigen omgeving dan betekenen. Nou, het is natuurlijk geweldig dat het hier is geweest. Ik hoop ook dat er een vruchtvolle samenwerking gaat komen. En dat je zeg maar, de urgentie van Stichting Surplus kunt laten zien. En dat er in ieder geval ook een wisselwerking is met zeg maar, de overheden en niet alleen de bedrijven waarbij je heel graag een samenwerking wil hebben. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Anton. Ja. Voordat we helemaal afscheid gaan nemen, we hebben een biljartcompetitie. Oh ja. Daar willen we je graag voor uitnodigen en dan mag je 3 stoten doen op ons geluksbord en dan gaan we dat noteren van jou. Beetje beginnersgeluk zou ik wel bij vaak. Nee. Oké. Okay. Ik probeer te minder. Nee. Ik doe juist bijna nooit. Oh. Oh. Helaas. Helaas. Ik moet zo.
Ik mag nog een keertje. Ja, tuurlijk. Ik mag drie keer proberen, hè? Weer het uit. Oh-oh. De mister zat er zijn. Ja. Nog maar een keer. De nulpunt is ook zo. De andere heb ik net ook een herkansing gegeven, dus. Nou, kijk eens aan. 14 punten. Geweldig. Heel goed. Dankjewel. Wat ik zo leuk vind eigenlijk, als je denkt lid van raad van bestuur, dan denk je iemand die van bovenaf helikopterview heeft. Maar ik zie hier een man, gepassioneerd, praat liefdevol over zijn patiënten, gaat mee naar de locaties. Ik vind dat je een lichaam bent, zeg maar, voor deze stichting. En ik dank je voor de komst, want ik vind dat je het echt goed doet. Voor de kijkers thuis, en dat is misschien een beetje raar voor ondernemers, maar zou je een bepaalde tip kunnen geven of iets willen meegeven aan mensen, dat je zegt van... Dat vind ik belangrijk. Wat ik belangrijk vind is dat we met elkaar die samenleving vormen. En ondernemers zijn een buitengewoon belangrijke rol. En op het moment dat een overheid zegt, wij zijn niet meer verantwoordelijk overal voor, dan kunnen we het als samenleving ook samen goed organiseren. En bedrijven kunnen daar een buitengewoon belangrijke rol in spelen. Dus ik zoek ook de verbinding met bedrijven die een keer een activiteit van ons willen ondersteunen. Bijvoorbeeld en een keer meedoen of een keer met bewoners van ons of kinderen uit de... die wij ondersteunen, een keer wat leuks gaan doen. Dus ja. We hebben altijd behoefte aan vrijwilligers en we hebben heel graag verbindingen met bedrijven die via die Stichting Plus van Seplu of gewoon via Seplu het leuk vinden om daar een keer ook maatschappelijk actief te zijn. En vaak krijgen medewerkers van zo'n bedrijf er hartstikke veel energie van, want je krijgt zoveel terug. Super. Ja, als ik dus het hoor, dan hoor ik eigenlijk maar één woord terug. En dat is gewoon van Seplu gewoon één grote brok maatschappelijke betrokkenheid. Nou, dankjewel. Anton, we willen je bedanken voor je komst naar de studio. Dankjewel. Dit was Maak het in Brabant. Wilt u nog wat terugkijken over de deelnemende bedrijven of ons programma Maak het in Brabant? Ga dan naar onze website www.maakhetinbrabant.nl. Hier kunt u natuurlijk ook uitzendingen terugkijken. Dank voor het kijken. Tot ziens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door...